Goedemiddag allemaal bij dit webinar, mede namens de gemeente Alphen aan de Rijn. U ziet mij hier ook zitten samen met wethouder Han de Jager. Han, het is geen Eva Jinek, dus je moet het de hele middag met mij doen. Maar even voor u thuis, als dat goed is, hebt u een aantal huishoudelijke mededelingen al gelezen. Mijn naam is Sadek Ashaoui, ik ben chef de mission van Schuldenlab NL. En dat is een kleine stichting die zich bezighoudt met het opschalen van de beste projecten om armoede en schulden in Nederland tegen te gaan. Nou, dat is ook een onderwerp waar u ook dagelijks mee bezig bent. En vandaar dat deze bijeenkomst speciaal ook voor u, met u is georganiseerd. Omdat we graag willen weten wat er op dit moment gebeurt in de stad, in de gemeente. Welke initiatieven er lopen, welke knelpunten er zijn. Omdat de gemeente Alphen natuurlijk niet in zijn eentje het veelkoppige monster van problematische schulden te lijf kan gaan. Dat vergt een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. U krijgt vandaag een mooi dynamisch programma voorgeschoteld met filmpjes, met dialoog, met interactie, met interviews. En het is mijn taak om in de gaten te houden dat we ook om 17:30 stipt kunnen afronden. Zodat u weer andere dingen kunt doen. En tot die tijd neem ik u per onderdeel van wat we gaan behandelen mee. En het eerste onderdeel waar ik graag uw aandacht voor wil vragen is een onderzoek dat de gemeente Alphen in samenwerking met Deloitte en Schuldenlab NL sinds deze dagen heeft verricht naar de effecten van de coronacrisis en COVID-19 op problematische schulden. Er wordt veel geschreven over de gevolgen van COVID-19 op deze vraagstukken. En het is wel eens goed om even inzicht te krijgen in wat er nou precies gebeurt. En dat geeft ook een beetje de urgentie weer van deze bijeenkomst. Dus laten we eerst even het woord geven aan, als het goed is, Menno Terwal van Deloitte. Een van de onderzoekers die een korte toelichting gaat geven over het onderzoek dat zij hebben gedaan. Ja, dankjewel Sadiq. Als het goed is, verschijnt ergens een presentatie. Zodat jullie kunnen meekijken. Kijk, daar is die. Ja, dit behoeft eigenlijk geen nadere introductie. Wij werken momenteel aan een onderzoek naar de impact van corona op de schuldenproblematiek in Alphen aan de Rijn. En ik wil jullie eigenlijk in een volgende meenemen in de eerste inzichten die dat heeft opgeleverd tot nu toe, want we werken nog aan de laatste fase van dit onderzoek. Mag ik de volgende slide zien alsjeblieft? Ja, het eerste wat je eigenlijk natuurlijk weet, en dat is eigenlijk een scenario wat we landelijk kennen, dat is dat de coronacrisis leidt tot een economische crisis. Helaas is het zo dat we ondertussen meer rekening houden met de onderste lijn die jullie zien. En waarin het steeds waarschijnlijker is dat we in een tweede golf gaan komen. Waardoor dus de economie ook harder geraakt gaat worden. Volgende slide alsjeblieft. Ja, dus de economische crisis leidt natuurlijk ook tot een daling van de werkgelegenheid. We hebben in eerdere crisissen gezien dat ook gebeurde. Alleen deze crisis is bijzonder omdat de daling van de werkgelegenheid bijna historisch sterk is. Zeker wanneer dat ook dat er ook een tweede golf gaat ontstaan. Nou ja, werkgelegenheid is een belangrijke voorspeller van geldzorgen dan wel schuldenproblematiek. Het is een belangrijke indicator om naar te kijken. Volgende slide. Er zijn natuurlijk al veel tekenen van economisch zwaar weer zichtbaar. We zien landelijk het bruto binnenlands product. We zien ook in Alphen aan de Rijn een sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen. En ja, de regelingen eigenlijk die er zijn, ook lokaal, die worden op grote schaal gebruikt door de verschillende zelfstandigen en bedrijven. Volgende slide. Dan is het natuurlijk van belang om te zien van in welke sectoren is die werkgelegenheid nou het meest onder druk. En je ziet hier een overzicht waar je eigenlijk wat kan concluderen dat met name de cultuur- en horecasector een zeer grote krimp laten zien. Maar bijvoorbeeld de sectoren op het gebied van vervoer, handel en dergelijke, je ziet
de rij daar staan aan de linkerkant, ook een zeer grote krimp. En eigenlijk zie je ook aan de rechterkant van deze slide dat een aantal van die indicatoren ook al problemen laten zien. Volgende slide. Ik hoor overigens iets van een echo. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar als iedereen op mute zou kunnen gaan, zou dat helpen. Nog één plaat. Wat je hier eigenlijk ziet is dat twee van die belangrijke krimpgebieden, dus de grote krimp en de gemiddelde krimp beroepsgebieden, dat daar een groot deel van de overse economie op draait. Dus bijna meer dan 65%. Dat betekent dus dat er veel impact is op bedrijven die in die sectoren werken en dat het tegelijkertijd ook een grote impact betekent op de economie van Alphen. Met in het kielzorg daaraan ook mogelijk geldzorg en schuldzorg. Volgende pagina. Landelijk is het zo dat er ook wordt gekeken naar wat zijn nu kwetsbare beroepsgroepen als het gaat over de coronacrisis. Eigenlijk om twee manieren. Mensen die sneller in de problemen komen. Je ziet bijvoorbeeld mensen met een flexcontract, dus die eerder hun baan verliezen. Of zelfstandigen die eerder afscheid moeten nemen van hun opdrachten dan dat je dat zou doen als je in loondienst bent. Maar ook mensen die minder makkelijk herstellen van het verlies van een baan. Bijvoorbeeld omdat tv-rechten lager zijn. Nou, jullie zien hier deze groepen staan. En als je de volgende pagina laat zien, zult u zien dat we die ook hebben afgebeeld op de verschillende krimpgebieden in Alphen aan de Rijn. En wat dan opvalt, en u hoeft nu geen studie te maken van deze tabel, maar neem van mij aan dat hier bepaalde groepen in terugkomen. Bijvoorbeeld jongeren in de horeca of hoogopgeleide zelfstandigen in de cultuursector. Waarvan we weten en ook al zien dat die in de problemen gaan komen. En daar zou je dan eigenlijk een deel van je activiteit en beleid op moeten richten. Volgende slide. Conclusie van de impact coronacrisis in hoofdlijn is dus dat er veel mensen bijgekomen, huishoudens bijgekomen met ofwel een risicovolle schuld of zelfs al een problematische schuld. En de aantallen hier zijn eigenlijk een voorspelling uitgaande van zowel het best als het worst case scenario. Als gezegd, ondertussen kunnen we bijna al uitgaan van het worst case scenario. Daar is er natuurlijk al heel veel in place, als dat heet, in Alphen aan den Rijn. Volgende slide alsjeblieft. Maar toch zijn er eigenlijk altijd al een aantal uitdagingen in die hele schuldhulpketen. Eén daarvan is denk ik heel erg bekend, dat veel mensen met geldzorgen rondlopen, misschien al beginnende schulden en zich toch nog niet melden. En eigenlijk voor een grote onbekend zijn. Landelijk wordt gesproken van 70%. Dus een van de uitdagingen is, hoe zorg je ervoor dat je eerder bij die mensen terechtkomt en dat je ze vroegtijdig kunt ondersteunen? De tweede uitdaging die we zien is dat er veel tijd kwijtgeraakt wordt op het moment dat mensen zich wel melden met een probleem. Vaak is de complexiteit dan al enorm toegenomen. Het kost de tijd om alles bij elkaar te regelen voordat je eigenlijk zover bent dat je tot actie af kunt gaan. En dat leidt niet altijd tot begrip van degene die zich heeft gemeld. Tot slot is het traject aan het einde van de keten, waarin je dus in de schuldhulpverlening terechtkomt. En die 36 maanden trajecten, ja, die zijn vrij lang. En in die tijd heb je niet eigenlijk heel beperkte mogelijkheid om je als schuldenaar zeg maar te herstellen. Behalve dan financieel. Tot slot, mijn laatste slide. Alles heeft ertoe geleid dat we een aantal uitdagingen hebben gedefinieerd die vragen om nieuwe oplossingen of het versterken van bestaande oplossingen. En daar gaan we nog met allerlei stakeholders in Alphen aan den Rijn over in gesprek. En dat zijn de volgende. 1. Hoe zorgen we dat we mensen niet door coronacrisis van een tijdelijke disbalans afglijden naar schuldenproblematiek? En dat betekent vroegtijdig ingrijpen, eerder zien waar het mogelijk misgaat. En eigenlijk voorliggend met elkaar oplossingen verzinnen die ervoor zorgen dat we mensen uit de schuldenproblematiek kunnen houden. En uitdaging 2 gaat dan veel meer over op het moment dat mensen wel in die schuldenproblematiek zijn gekomen. Hoe zorg je er dan voor dat er een snellere en socialere oplossing mogelijk is? En er ook sneller uitstroom mogelijk is naar een zorgenvrij en schuldenvrij bestaan. Dit was mijn presentatie. Nog één zaak aan toevoegend. Het derde deel van de analyse gaat over oplossingsrichtingen. En die komt uiteraard in het verhaal. Geef ik woord weer aan jou, Sadie, denk ik. Hè? Ja. Dankjewel,
Menno, voor even een korte schets van het onderzoek dat jullie nu nog op dit moment aan het uitvoeren zijn. Nou, het gaat natuurlijk om die oplossingsrichtingen, dus wat dat betreft is het nog goed dat jullie dat hoofdstuk nog niet af hebben, want dat is precies waar we ook vanmiddag met elkaar over gaan praten. Han de Jager, wethouder, nou, jij bent voor dit alles verantwoordelijk, medeverantwoordelijk. Nou, als we de resultaten van het onderzoek op ons laten inwerken, dan wordt de uitdaging die al groot was, nog groter. Zou jij misschien ons even willen vertellen van wat jullie nou als gemeente, ook in het kader van Financieel Fit, de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan, waar jullie staan? En misschien aan het eind, dan kunnen we misschien even ingaan op de nieuwe urgentie zoals die uit de cijfers blijkt. Ja, nee, dank je Sadiq. Fijn dat ook mensen meedoen vanmiddag. Want als ik er ergens van overtuigd ben, dat is dat je als gemeente heel veel kunt, maar je kunt met elkaar meer. Dus verder samen kom je verder, zoals dat heet. De presentatie zelf geeft al aan dat we, als het gaat om de effecten van corona, dat ons nog heel wat te wachten staat. Denk ook aan het belang wat het kabinet hecht aan de toch wel zorgelijke ontwikkelingen rondom schulden en armoede, de vergroting van de problemen bij mensen en gezinnen. En dat het kabinet er ook fors geld voor over heeft. Of het genoeg is, dat weten we natuurlijk niet, maar het is in ieder geval in mijn perceptie veel geld. Zoals ik ernaar kijk, vat ik dat voor mezelf wel eens samen. Wat moeten we nou voor deze mensen doen die het aangaat? En dat zijn er altijd meer dan je lief is. Hè. Dat zijn de drie letters V. Eén is doe meer aan voorkomen. De andere letter is vind je mensen. Hè? Want een heleboel mensen lopen de gemeente natuurlijk voorbij. En andere hulporganisaties die daar best van betekenis kunnen zijn. En drie is sterker, dus help mensen sterker te worden in het omgaan met die lastige, ellendige financiële situatie. Dit zijn drie V's. Voor de gemeente betekent het een verandering van dienstverlening, een versterking van je dienstverleningskwaliteit, door ontwikkeling ook. Het is eigenlijk ook door transformeren. Want zoals je zei, Sadiq, willen wij natuurlijk als gemeente daar ons best voor doen voor deze groep mensen. We hebben een helpdesk geldzaken. Kun je bellen en kun je snel geïnformeerd worden als je vragen nodig hebt. Als je vragen wilt stellen, moet ik zeggen. Mensen kunnen ook gebruik maken van een coach. Coach geldzaken. Ik heb ondersteuning nodig en vraag daar dan hulp bij. We zijn aangesloten bij Geldfit, een online tool. Jij noemde net geloof ik Geldfit al. Waarbij inwoners met een hele snelle scan die financiële situatie in beeld brengen. En ook dan een advies krijgen voor hulp en ondersteuning. Natuurlijk prachtig, doorverwijzing. En er is gewoon schip in onze gemeente in gang gezet al een poosje geleden. Nog voor corona. Omdat we weten dat mensen bijvoorbeeld schuldenopbouw begint ook bij het niet betalen van een zorgverzekeringspremie. En het niet betalen van je huur. Dus hoe tijdiger je dat weet, hè, dat helpt ook een beetje bij dat woordje voorkomen. Hè. Maar ook vinden natuurlijk. Ja, dan denk ik dat wij dan de goede weg zijn. Maar wat ik vooral belangrijk vind, wat ik zelf ook veel van geleerd heb, dat zijn de verhalen van mensen zelf. Als het je is overkomen, dan kan ik ongelooflijk leren van ervaringsdeskundigen. Laten we vooral daarop inzetten. En niet alleen onszelf transformeren, want dat moet ook. Hè. En het samenwerken met organisaties die in onze gemeente werken, Geldmaatje. Is een voorbeeld. Ja, het is een collectieve inspanning die we moeten plegen om meer te kunnen betekenen voor elkaar. Ja, mooi. Dankjewel. Han, je hebt denk ik ook de genodigde lijst gezien. Ja, die kunnen wij helaas niet zien. Hè. Wij moeten een beetje wat in het blauwe opereren. Ja, het is een bijzonder, opereren, het is een beetje de technische ruimte hier. Ja, ja, dus wij kunnen helaas niet meekijken. Dus wij kunnen niet zien wie er in het webinar aanwezig zijn op dit moment. Maar we weten wel dat er ontzettend veel organisaties en mensen zich hebben opgegeven. Zeker. Ik ga ze niet allemaal noemen, want ik zal er dan ongetwijfeld iemand vergeten. Mensen kunnen zometeen ook via de chat allerlei vragen stellen. Dus zodra we ze hier op het scherm tevoorschijn zien, dan zal ik ook een aantal van die vragen ook pakken en ook aan jou voorleggen. Okay. De eerste vraag voor nu zou zijn,
Er gebeurt veel. Jullie hebben ook de ambitie om meer te doen, te versnellen, mensen sneller te vinden. Waar heb jij nou de partijen echt bij nodig? Wat vraag je nou van de stad? Wat is jouw hulpvraag eigenlijk? Ik denk dat we het in de samenwerking beter kunnen doen. Dat als iedereen op zijn eigen erfje de goede dingen doet, dan kun je samen dingen denk ik beter doen. Dat weet ik wel zeker. Daar kun je natuurlijk ook wel voorbeelden van bedenken. Dat als je elkaar kunt informeren tijdig en wat kan jij bijdragen, een probleem van dit gezin. En je kan dat vanuit verschillende disciplines doen, invalshoeken. Dan moet dat altijd tot een beter resultaat leiden. Dus ik zet eigenlijk in op partnership. En eigenlijk zie ik ook wel ervaringsdeskundigen, kwam net even aan de orde, hè, ook als partners. Ja. Dus het is samenwerken met organisaties. En als ik goed ben geïnformeerd, dan luisteren zij mee. Ik hoop niet alleen op vragen, maar misschien komen er ook suggesties. Wat dat natuurlijk ook mooi zijn. Dus dat is wel een hoog doel. Dus ik had het over dat voorkomen, hè. Ja, versterken dat je dat met elkaar moet doen. We moeten ook gewoon durven erkennen dat wij als gemeente ook moeten ons gedrag kunnen en moeten aanpassen. Hè. Dat luisteren naar mensen is een belangrijke vaardigheid. Ja. Om je in te kunnen leven in situaties van mensen. En als mensen dat ervaren, dat je niet alleen de gemeente bent die hokjes invult en afvinkt, maar dat iemand in deze schulden ellende ontdekt dat er misschien dat gemeentehuis ook een maatje zit. Ja. Die niet onmiddellijk een zak geld heeft, maar een maatje zit die kan helpen je je denken te ordenen. Alleen dat al, dat is een goede stap in de goede richting. Ja, maar dat vergt denk ik voor jou en jouw medewerkers ook wel een cultuuromslag. Want dat betekent eigenlijk hè, dat antwoord wat de overheid natuurlijk... En zonder de overheid nou tekort te doen, want er wordt ontzettend hard gewerkt. Hè? Nee, tenzij je ergens voor in aanmerking komt. Ja. Dat we eigenlijk toe zouden moeten van ja, tenzij we het echt niet kunnen bolwerken met elkaar. Ja. Maar dat is toch wel best wel een opgave. Nee, die stap die is lastig, omdat we natuurlijk ook te maken hebben met systemen en regels. Hè? De rechtmatigheidseisen, nou ja, dan wordt het misschien wat ingewikkeld. Maar als je nou beneden komt bij ons op het serviceplein, hè, ja. Dat al een aantal jaren geleden is ontwikkeld, een jaar of 8, 9 geleden, denk ik zomaar. Daar was wel de filosofie al weggelegd van, we noemen dat maar een beetje dat warme welkom. Ja, hè. Dat ziet hoe je nou aan een, zoals in deze kamer, hè, een beetje de technische ruimte, veel wit. Ja. Stelt hij mij nou op mijn gemak? Hè. Draag naar de ruimte, draag jij eraan bij dat ik hier mijn verhaal kan vertellen. Maar belangrijk is natuurlijk, hoe gaat iemand nou weg? Hè? Vroeger zei ik wel, gaat iemand nou met een ellendige zorgvraag? Met veel problemen thuis. Hè? Ga je nou weg met een bundel onder je arm waarin je nog een heleboel dingen moet invullen? Of ga je met een beetje hoop naar huis? Dat het zou toch het minste moeten zijn? Hè? Nou, daar hebben we volgens mij in onze gemeente heel veel ingezet. Hè? Met die begeleiding en mensen ook stimuleren om mee te denken. Zijn we er? Nee, nog niet. Maar dat is een uitdaging toch? Dat is toch een mooie... Nee, je moet wat te doen hebben. Stel je toch eens voor dat het rustig zou zijn. Waar ben je nou, als je nu kijkt naar de samenwerking, want jij roept eigenlijk de deelnemers in het webinar op. We willen graag een partnership met de gemeente, met de stad, met de partners, wie dat ook zijn. Ook zeker met ervaringsdeskundigen. Dus ik hoop dat ze jouw uitnodiging ook hebben gehoord om met ideeën en voorstellen te komen. Dat lijkt me belangrijk. Zou je eens kunnen zeggen... Wat vind je nou dat er heel goed gaat en waarvan zeg je van daar ben ik eigenlijk gewoon nog niet tevreden over? Nou, waar ik echt warm van kan worden is dat wij bijvoorbeeld met die uitvoering van die TOZO-maatregelen, die tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers, daar zit natuurlijk een grote corona, de grote risico's voor corona, de flexwerkers en de ZZP'ers, dat wij een paar honderd mensen al hebben nagebeld van of zullen nabellen. Van wat betekent dit voor u en kunnen we nog meer betekenen dan? En dat ook een beetje vasthouden. Hè? Dus dat mensen dat contact ervaren. Daar leren wij natuurlijk zelf heel veel van. Dus als je van buiten leert, kun je meenemen naar binnen en kun je laten we zeggen, bijstellen wat je dacht te doen. Ja. Dat vind ik iets heel moois. Dat zegt iets over de beweging die deze gemeente ook wil maken. En veel van buiten naar binnen brengen. Ja, waar het nog beter kan.
Dat weet ik. Ik denk dat ik heb al een hoge ambitie om een schoon schip. Hè? Dat, ja. Volgens mij doen we, dat hebben we geëvalueerd na die eerste keer. En dan zie je toch wel weer dat er wat gedoe is rond privacy. Hè? Voorzichtigheid ook. Dus dat is wel iets waar wij altijd weer mee te maken hebben. Ik vind overigens privacy van mensen een hoog goed. Hè? Begrijp me goed dat ik daar niet van af wil dingen. Maar het is wel van belang dat we er ook mee leren omgaan. En ja. Dat we dat een goede plek weten te geven. Dus dat vind ik nog wel iets waarvan ik denk van ja, dat het over en weer bespreken, delen van gegevens, dat moeten we heel zorgvuldig doen. Maar laat het vooral geen rem worden als het gaat om de efficiëntie die we ook naar moeten streven. Hè? Ja, dat is toch. Nou goed, dat is denk ik wel heel goed. Je noemde net geldfit, hè? Dat is onderdeel van de Nederlandse schuldhulproute, ja. Hè, waar jullie op aangesloten zijn. En ja. Daar zie je eigenlijk dat de samenwerking tussen banken en verzekeraars en andere bedrijven en de gemeente eigenlijk heel goed kan. Zeker. Ja, en daar kijkt natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens en alle andere privacydeskundigen intensief mee. Ja. Maar het leert wel dat het kan binnen het systeem. Hè? Dus we moeten ook oppassen dat we privacy, waar we allemaal voor zijn, natuurlijk ook niet te makkelijk op tafel leggen om eigenlijk niks te doen. Sorry. Dat is ook niet. Nee, dat is het. Wel eens een dilemma. En, ja. En het leidt ook wel tot verschotting. Ja. Waarvan je ergens zegt, ja, die willen we nou net niet. Hè? Maar goed, er zijn natuurlijk mooie signalen. Dat is dat zeg maar, waar mensen schulden hebben, is ook weer collectief. Bekend kan zijn, hè, dat je kan inloggen en zeggen van hoe zit het nou precies met die schuldpositie van mensen. En dat bevordert natuurlijk wel dat eeuwige gezoek naar heb je nog meer schulden en daar gaat weer tijd overheen. Ik denk dat tijd een vijand is. Zeker. Als je schulden hebt is tijd een vijand. Ja. Mensen overzien het al vaak niet meer. Dus daarom is het ook van belang dat je als tijd je vijand is, dat je er vroeg bij bent. Ik denk dat een hele mooie inbreng is, past ook heel goed denk ik bij de twee uitdagingen die Menno Terwal ook net omschreven. Ja. Tijd in de zin van hoe kunnen we mensen sneller vinden. Zeker. Tijd, hoe kunnen mensen zich ook sneller melden en hoe zorgen we er dan ook voor dat hun problemen sneller oplossen. Deze... Ik zeg wel eens, Sadiq, misschien ter afronding om de volgende stap weer te maken die jij ongetwijfeld in je hoofd hebt zitten. Ik zeg wel, als je nou vreselijk kiespijn hebt, hè? En je loopt zo rond en de tandarts zegt, even kijken, er is een wachtlijst en probeer volgende week, heb ik misschien een gaatje, maar wil je even kijken wanneer het nou begonnen is, wanneer je er vooral last van hebt en kun je er zelf nog wat tegen doen. Ja, dat helpt dus niet echt. Nee. Dus ik vind wel dat als er acute situaties zijn, dan moeten wij met elkaar denken van hoe kunnen we dat ook, die acuutheid helpen invullen. Mooi. Dank voor dit moment. Ik hoop dat het tot veel chatvragen leidt. Nou, die gaan we straks met elkaar doornemen. Nou, ik vertelde u al, u krijgt een zeer dynamisch programma. We gaan graag over nu naar het volgende onderdeel. En dat gaat eigenlijk over het thema live events. Gebeurtenissen in het leven van... Ik krijg nu een signaaltje dat niet het geval is. Oh, ja. Dan... bij mij staat het als thema 2, maar dan doen we... Dat maakt niet uit, we zijn flexibel hier, beste mensen. Duidt het ons niet euvel. We hebben geen autocues, Eva Jinek is ver weg, dus we doen het zoals wij het doen. Dan gaan we naar het eerste thema en dat gaat over het signaleren van schulden en het bespreekbaar maken van armoedevraagstukken. Een hele belangrijke rol daarin speelt ook, en die is wel wat onderschat, de rol van de huisarts. En we krijgen nu eerst een filmpje te zien van een huisarts. Als huisarts zien wij mensen met gezondheidsklachten, waarbij gezondheidsklachten veroorzaakt kunnen worden door schulden en armoede. Ja, als huisarts is het, als een patiënt met gezondheidsklachten komt, ook best wel soms een drempel om te vragen naar schulden en armoede. Het is niet een thema wat heel natuurlijk ter sprake komt. Het vroeg signaleren van schulden en armoede door de huisarts kan belangrijk zijn voor de patiënt. Enerzijds kan dat gezondheidsklachten voorkomen. En anderzijds kan je de patiënt helpen door snel te verwijzen naar hulp vanuit de gemeente. En mensen bij de juiste instanties aan te kunnen melden. Bij het thema schulden en armoede
is het denk ik als hulpverleners ook belangrijk om van elkaar te weten wat onze rol is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zodat we elkaar zeker bij dit thema snel kunnen vinden en snel de juiste hulpverlening kunnen geven. Dit is een huisarts die denk ik heel duidelijk maakt waarom het ontzettend, dat huisarts als vindplaats ontzettend belangrijk is om daar ook over bijvoorbeeld schulden te praten. Ik wou net tegen u zeggen, hij is nog niet ingelogd, maar het gaat zo snel hier, hij blijkt wel ingelogd te zijn. Dus als het goed is, krijgen we nu Ernst Jan te zien. Daar is hij. Je had nog een drukke spreekkamer zo te zien, Ernst Jan. Ik had nog een druk spreekuur en de ene stream liep nog wat achter bij de ander, dus ook nog wat technische mankementen, maar is gelukt. Nou, hartstikke goed. Niemand zal het je kwalijk nemen dat je dat werk voor laat gaan, maar ontzettend fijn dat je even in het webinar wil komen. Ja. Zou jij misschien de mensen thuis en ook hier Handen Jager willen vertellen waarom jij de rol van de huisarts zo belangrijk vindt bij het bespreekbaar maken van armoede en problematische schulden? Nou ja, ik denk dat je kan zeggen dat schulden en armoede leiden ook wel tot fysieke klachten. Mensen komen ook wel met fysieke of psychische klachten bij ons als huisarts. Ik heb ook een enorme echo, maar ik weet niet of dat iets aangaan kan worden. Ik kan goed verstaan. Maar patiënten komen denk ik ook met die klachten bij ons in de praktijk. En ik denk dat je als huisarts dus die mensen best wel in een vroeg stadium ziet. Hè. Die komen juist misschien eerst met een psychische of fysieke klachten en waar schulden en armoede zeker een rol bij kunnen spelen. Ja. En heb jij daar nu, kun je misschien even een inkijkje geven in jouw praktijk of van je collega's of dat nou vaak gebeurt bij jullie in de spreekkamer? Zonder het beroepsgeheim te schenden. Nee, uiteraard. Ik denk dat je, dat het best met regelmaat een onderwerp is. Maar dat het meer bij het vaak ervaren dat het wel even bij het benoemen blijft. Zeg maar in de zin van dat men het benoemt tijdens het gesprek. En dat huisarts dan denkt: logisch dat je dat deze klachten dan oplevert. En ik denk dat voor een huisarts eigenlijk de volgende stap zou zijn dat je het eens signaleert en daar misschien wat langer weer stilstaat. Maar misschien ook, dat werd net ook al gezegd, de patiënt sneller naar de hulpverlening kan begeleiden. Ik denk dat dat een stap is die wij nog wel kunnen maken. Reflexmatig is dan, denk ik, de taak van de huisarts of wat je als huisarts doet is naar Tom in de buurt verwijzen. En dan kom je eigenlijk weer in de factor tijd. Daar gaat misschien weer tijd overheen. Het duurt even voordat die patiënt een afspraak heeft, voordat hij uiteindelijk op de juiste plek is. Terwijl je misschien als huisarts ook wel weer verschil kan maken door die patiënt juist direct naar de juiste plek te verwijzen. Ik heb een ervaring gehad met een patiënt waar ik het contact met de gemeente legde en toen kwam ik eigenlijk meteen op de juiste plek uit. Waardoor die patiënt ook veel sneller in die schuldhulpverlening terecht kwam. Ja, dat maakt dan natuurlijk wel verschil hoe je daar op dat moment mee omgaat. En Sian, zijn nou die contacten die je hebt bijvoorbeeld met de gemeente of andere instanties die kunnen helpen, zijn die nou voor jouw gevoel warm genoeg? Hè? Want stel voor, ik zeg maar wat, die schrijft een medicatie voor. Hè? Dan maak je een recept, dat gaat in één keer naar de apotheek. Hè? Dat is een geoliede machine, zou ik maar zeggen. Je zou dus eigenlijk ook een geoliede machine wensen op dit soort vraagstukken. Zijn jullie daar al mee bezig? Heb je dat of mis je dat heel erg? Nou, ik denk, ik ervaar wel dat hoe warmer die contacten zijn, hoe beter dat loopt. In dit geval liep ik er bij toeval eigenlijk tegenaan dat er zo'n warm contact ontstond. En dan leer je eigenlijk ook op dat moment dat je denkt, als ik het op die wijze iemand help, dan
dan help ik iemand veel beter en veel sneller. Dus die warme contacten kunnen juist helpen. En ik denk dat die er nog niet op alle vlakken zijn. Dat daar zeker winst in te behalen is. Dat de warme contacten met het sociaal-maatschappelijke domein eigenlijk verbetering kunnen brengen voor de zorg voor veel patiënten. Ja. Ja. Dus hoe beter je elkaar kent, hoe meer je elkaar kan vinden. Ja. Ik zeg er even bij, Ernst-Jan, want ik kan jou dus niet zien, maar zo af en toe draai ik mijn... Ik hoop dat je dat niet ziet, maar... even misschien toch een andere vraag. Misschien gewoon even dat we er wat meer... Wat we meer kleur bij krijgen. Hè? Een van de meest grote taboes, Ernst-Jan, is dat er in dit land ontzettend veel kinderen onnodig ook thuis klappen krijgen. Omdat papa en mama natuurlijk eigenlijk gewoon ontzettend veel stress en zorgen hebben rondom hun financiën. Hè? Dus dat hoor je natuurlijk wel eens en van veilig thuis of noem het maar op. Maar dat is niet iets wat we te pakken kunnen krijgen. En het zou natuurlijk echt een droom, het verwezenlijken van een droom voor ons allemaal zijn. He, als we bijvoorbeeld in zo'n geval dat je voelt, zeker als huisarts, als je voelt van hé, maar geldzorgen liggen hieraan ten grondslag, dat je op die manier ook wat aan het achterliggende vraagstuk wat kunt doen. Zijn er dan ook thema's die heel erg bij huisartsen leven, waarbij ze echt op zoek zijn naar nieuwe vormen van partnerships om daar wat aan te doen? Of zeggen jullie van, nou ja, wij zijn huisartsen, dit is wat we goed kunnen, we willen graag helpen, maar dan moet die of die of die ons iets vragen. Hoe kijk je ernaar? Je vraag is of wij op zoek zijn naar partnerships. Toch eigenlijk? Voor dit soort problematiek. Ik denk zeker dat wij daar op zoek naar zijn. Omdat we merken dat er ook best wel veel problematiek op het bord van de huisarts komt. En ik denk ook niet dat je als huisarts in staat moet zijn om alle problematiek op te lossen. En daar zijn juist deze partnerships denk ik heel waardevol in. Wij zien dat zelf al in onze eigen praktijk door intensieve samenwerking met bijvoorbeeld GoverJeugd. Maar ik kan me voorstellen dat ook juist op andere vlakken heel waardevol kan zijn. En juist die partnerships, dat versterkt denk ik alleen maar de hulpverlening. Ja. Dus ik denk zeker dat goed is. Ja. Nou, dat zou ontzettend mooi zijn. Ik vind dat ook een mooi voorbeeld. Misschien, Han, ik ga jou er ook zo een vraag over stellen. Dat, zeg maar, de strijd tegen overgewicht of obesitas of noem het maar op. Dat is eigenlijk een heel geaccepteerd vraagstuk dat de huisarts daar een centrale rol in speelt. Terwijl we weten dat problematische schulden, in termen van het perspectief van mensen misschien even hard aankomt. Of het gebrek aan perspectief. Dus dat zou je misschien kunnen gebruiken als model om daarover met elkaar in gesprek te raken. Ja, zeker. Ja. Han, hoe kijk jij daar naar? Nee, ik zat even te denken aan, overigens als het gaat over de relatie tussen armoede en geweld thuis, is er Verwij Jonker is bezig met een onderzoek naar de effectiviteit van interventies bij geweld thuis. En dan blijkt uit dat onderzoek, ik heb het even voor me gehaald, daar heb ik natuurlijk ook aandacht voor vanuit mijn jeugdportefeuille, dat armoede relatief vaak voorkomt bij gezinnen en geweldsituaties. Ja. Maar dat geldt ook in gezinnen waar het bijvoorbeeld werkloosheid is of alcohol gebruik en meer dan dat. Wat ik zelf al eens gehoord heb is dat in de praktijk van huisartsen, als je kijkt naar de hele dag van het verloop van een spreekuur, dat is dat bijvoorbeeld de mensen met sociaal-maatschappelijke vraagstukken verreweg in de meerderheid zijn als het gaat om medische vraagstukken. Ik praat en in welke verhouding dat weet ik dan niet precies, maar het is wel een dominante factor in het verloop van zijn dag. En zou je nou niet moeten nadenken over bijvoorbeeld welzijn op recept, dat ken je natuurlijk in onze gemeente, dat wij nadenken of welzijn op recept nou voldoende verbreed is in de richting van die sociaal-maatschappelijke vraagstukken in al die de spreekkamers van onze huisartsen. En dat we dan in dat geval ook moeten nadenken of we wel zo'n recept niet nog een impuls geven om bijvoorbeeld op andere aspecten in te zoomen, waaronder het gebrek aan geld in gezinnen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Nou, het klopt. Ik denk dat we daar al hard over aan het nadenken zijn. Het project Welzijn op Recept is iets wat
ja, wat beste aandacht heeft op dit moment binnen de huisartsen. En ook wel binnen Alphen op één lijn. Dus dat is de samenwerking van alle huisartsen in Alphen. Wij zijn bijvoorbeeld voor volgend jaar aan het kijken of we dat wel op een set wat meer vorm kunnen geven binnen onze praktijk. Door dat structurele aandacht te geven of juist te kijken naar mensen die veel gebruikers zijn inderdaad van zorg. Dat zijn vaak inderdaad de groepen, zoals gezegd wordt, waar sociaal-maatschappelijke problematiek ook een rol speelt. Dus op die manier toch meer te kijken van ja, welke mensen kunnen wij nou helpen, maar welke mensen zijn ook geholpen bij bijvoorbeeld welzijn opgezet. Ja. Nou, wij spreken met zorgverzekeraars over vitaliteitsakkoorden, preventieakkoorden, en het hele land is dat een beweging. Maar het is natuurlijk te overwegen dat als je in de praktijk van huisartsen niet alleen een POH hebt die een paar dagdelen per week zich richt op een x-aantal taken, maar dat je die praktijk van huisartsen voorziet van expertise, van mensen die snel kunnen verbinden als zich andere situaties voordoen, dan die misschien nu onder de traditionele POH vallen. Het is zomaar een idee hoor, maar ik vind dat we daar nog wat... slagen kunnen maken. Ja. Ook met de. Zeker, dat is iets waar wij ook over nadenken. Maar goed. Mooi dat je dat ook vindt. Ja. En Stjan, ook voordat ik je ga bedanken, misschien is het wel. Ik hou er altijd van dit soort. Want ik zie. U werd nog een keer trouwens uitgenodigd om via de chat vragen te stellen. Als u een opmerking of een vraag of wat dan ook heeft. Maar misschien is het goed, NCL, om heel concreet af te spreken, om de koe bij de horens te pakken, zal ik maar zeggen, om dit thema welzijn op recept, hè? Welzijn op recept, wat kunnen we daar meer mee? Ja. Ook in relatie tot het armoede- en schuldenvraagstuk, om na vandaag, om dat gewoon heel concreet even met elkaar te bespreken, om te kijken wat jullie dus ook in partnership dan met elkaar kunnen doen. Ja. En dan gaan we zorgen dat jij geen volle spreekkamer hebt. Dat zou mooi zijn, en het staat ook op onze agenda, in ieder geval welzijn op recept, ja. Mooi, mooi. Fantastisch. Dan wil ik je voor dit moment ontzettend danken, A, voor natuurlijk het filmpje, maar ook het feit dat je even kon inbellen om ons te woord te staan. En dan wensen wij je allemaal nog een fijne werkdag en dus tot snel. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Dankjewel. Succes. Dank. Beste kijkers, is nu het moment om door te schakelen of terug te schakelen, zo u wil, naar het thema live events. Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen waar ze meestal niet om gevraagd hebben, maar die hun leven toch aardig overhoop kunnen zetten. Echtscheidingen, vechtscheidingen, geboorte, verhuizing, ja, u kunt het allemaal, ziekte. Werkloosheid, dat soort thema's. En ook daar gaan we eerst naar een filmpje kijken. Ik ben Dorine van Lutterveld. Ik ben 53 jaar en heb 3 jaar in de WSMP gezeten met een bijstandsuitkering. Mijn verhaal gaat over de aankoop van een woning met mijn ex. Het huis stond al 60.000 euro onder water voordat het verkocht werd. En uiteindelijk was de schuld opgelopen tot 140.000 euro. Waar ik vooral tegenaan liep is dat ik eigenlijk niet wist wat de WSMP inhield, wat me te wachten stond. Ik heb heel vaak zelf met hen moeten bellen of moeten mailen omdat ik dingen niet begreep. Op een bepaald moment had ik daar, ik denk wel 9 of 10 verschillende contactpersonen. En dat vond ik ongelooflijk verwarrend. Dus dat vond ik heel zwaar. Dat heb ik heel pittig gevonden. Wat ik zelf prettig had gevonden is dat er meer begeleiding was geweest. Meer uitleg over hoe dingen werken. Een soort van vangnet waar je op terug kunt vallen als je het even niet weet. Het stukje begrip. Voordat je in een situatie zit die gewoon echt ongelooflijk veel impact heeft op je hele privéleven, op je sociale leven, je financiële dingen, op alles. Wat in ieder geval in mijn situatie had geholpen, is als mensen eerder sensitief waren geweest over hoe het eigenlijk echt met mij ging. Gewoon echt letterlijk de vraag kunnen stellen van wat heb je nu op dit moment nodig? Of hoe gaat het eigenlijk echt met jou? Ik denk dat het heel goed zou zijn als er meer ervaringsdeskundigen zouden worden gemengd tussen de mensen van het serviceplein. Als daar meer ruimte voor komt, dan geloof ik er ook in dat mensen niet zo heel erg lang in zo'n situatie blijven zitten.
Ik ben Sabai Damani. Ik ben 40 jaar, kom uit Marokko. Ik was gescheiden en binnen 3 dagen moest ik de deur uit. Mijn ex-man is op de vlucht gegaan en hij heeft mij achtergelaten met 2 kinderen. Ik ben gelijk naar de gemeente. Ik zeg van, ik kan geen 8000 euro betalen. Wat moet ik doen? Na een paar belletjes, alle opvanghuizen waren vol. Ik ga naar de auto, het wordt donker, 2 kindjes. Ik wist niet waar ik moet naartoe gaan. We hebben gewoon dagen in de auto geslapen. Ik kon niet de gegevens van mijn ex-man, dus alle zijn schulden, kon ik eigenlijk niet naar boven brengen. En dat moet je eigenlijk alles gaan oplossen, zelf. Vrouwen zoals mij, dus niet heel erg betrokken in de maatschappij in Nederland, echt duidelijker maken. Dat kan je aanvragen en zo kan je het aanvragen en zo heb je een papier en zo kan je het doen. Goed uitgelegd worden. Het is al moeilijk genoeg schuldsanering en dat je een hoop niet kent is nog moeilijker. Dit is heel belangrijk, is gewoon de kinderen. Die moeten gewoon niet zoveel van merken. Nou ja, wij worden natuurlijk vreselijk uitgedaagd, heb ik. Het is natuurlijk van deze ellendige situatie dat ik denk, ja, hier moet een soort brandweer aan te pas komen. Om hier een oplossing, een snelle oplossing te realiseren. Andere mensen hebben misschien toch meer tijd, maar moeten vooral het gevoel hebben dat ze wel geholpen worden. Hè, dus daar moet je dan rekening mee houden. Het is een bewijs dat wij van buiten naar binnen, wat ik zo zei, hè, dat wij daarvan moeten blijven leren. Casuïstiek en misschien ook wel best practices ontwikkelen. Hè, dat je zegt van ja, we hebben dit nu 10 keer zo gehoord. Het gaat zo in onze gemeente. We moeten processen bijstellen. Om nog beter te kunnen reageren. En ja, het is ook toch voor veel mensen een brei aan informatie, regels, ja. Documenten. Ja. En wie is er nu voldoende opgeleid in ons land om door die brei heen te kunnen kijken, de juiste informatie te kunnen geven. Als je ergens een foutje maakt, ben je aan de beurt. Dus die hele regel, het stelsel van regels, moeten wij durven te herijken en een versie van te maken die werkt. Dus dat vind ik een uitdaging ook op rijksniveau, moet ik je zeggen. Ja. Sterker nog, Han, ik zeg altijd vaak, hoe groter de problemen waar mensen in zitten, hoe meer bureaucratie wij over ze heen uitstrooien. Absoluut. Hè? Dus absoluut. Dat zie je hier eigenlijk ook heel goed terug. Het zou minder moeten zijn. Ja. Maar daar moeten we mensen bij helpen. In ieder geval, kijk, als je die toeslagenaffaire in beeld hebt, daar wordt ook politiek in onze gemeente terecht aandacht voor gevraagd. Ja, hoe kunnen wij nou die mensen helpen? Nou, in ieder geval door ze misschien wegwijs te maken in de brei aan wat moet er en wat kan er. Maar het geeft aan dat dit niet de goede weg is in Nederland. Te ingewikkeld, leidt tot veel te veel, laten we zeggen, vertraging, irritatie, teleurstelling, maar misschien ook wel fraude. Dus dat is een uitdaging voor het Rijk. En wij als gemeente, wij worden geacht om dicht bij onze inwoners te staan. Hè? Als je kijkt naar de WMO, zeker, is het zeker. De belofte van nabijheid. Zeker. Zullen we die nou eens goed onder het vergrootglas leggen en ervaren onze inwoners nabijheid? Maar goed, ook wij hebben te maken met eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Dus het is soms ook natuurlijk. Maar goed, we zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken, dat in Alphen aan de Rijn een gezin met een minderjarig kind, hè, want ik vond zelf ook wel opvallend het belang van het kind, hè, in de WSMP, in de MSMP, hebben we wel scherp voor ogen dat niet alleen degene die de schulden heeft in de problemen zit, maar daardoor misschien ook de kinderen. Je zou ook gewoon kunnen zeggen van, nou ja, wij spreken gewoon af dat in deze gemeente niemand uit huis wordt geplaatst of uit zijn of haar woning wordt gezet op het moment dat daar bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn. En hoe wij het dan achter de schermen oplossen, hè, dat maar zoiets. Nou, ik vind dat, dat zou mijn standpunt gewoon zijn. In Alphen aan de Rijn komen geen kinderen op straat. Dan kunnen we toch proberen die norm te zetten. Dat zou een gedrag van de gemeente moeten zijn en bijvoorbeeld de corporatie. Sure. En in beginsel is die er ook. Ja. Maar ik ken wel situaties dat, kijk, soms kan het ook helpen. Hè? En kan het een doorbraak forceren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan moet je dat ook in je aanpak zo incalculeren. Maar het zou natuurlijk van de zotte zijn als je jonge kinderen onder een brug moeten slapen omdat het systeem niet werkt of omdat er
Dus ja, dat zou je nooit moeten willen als gemeente. En ik denk dat veel collega's, zo niet alle mij dat na zullen zeggen. Ja. Maar laten we niet onderschatten, Sadiq, dat de werkelijkheid zeer, zeer weerbarstig kan zijn. Nee, kijk, ik zeg ook niet dat we dan daarmee de wereld oplossen door het uitspreken van een soort van mantra. Zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Maar ik denk wel, Han, jij roept zeg maar in je openingswoord, zeg maar, nou, ik ben echt op zoek naar partnerships. Precies. Nou, we weten dat er ook een tekort aan huizen is. We weten ook dat na een echtscheiding iemand anders moet gaan wonen. Dus die problemen kennen we. Maar tegelijkertijd zou je natuurlijk met elkaar als partners, corporaties, verzekeraars, de jeugdzorgen, de gemeente kunnen afspreken. Beste mensen, in principe worden er geen kinderen op straat gezet. Nou, laten we kijken of we dat, waar we dan tegenaan lopen, waarom we het niet kunnen realiseren. Ja. Wij hebben wel een convenant in onze gemeente voorkomen uitzetting. Ja. Maar ik denk dat heel veel gemeenten dat het ook convenant hebben. Ik vind dat wel, dat zou voor alle gedrag toch de uitnodiging moeten zijn om het waar te maken. Ja, ja. Maar daar hoort natuurlijk vroegtijdig weten wat er speelt in sleutelmomenten. Daar nodigen ook de mensen zelf voor uit. Als je weet dat er een echtscheiding aan zit te komen, dat je het huis uit wordt gezet, dat een probleem aankomt met de opa's en oma's. Enfin, iedereen kan het ook zo snel benoemen. Ja. Weet je dan de gemeente te vinden en is de gemeente in staat om daar de helpende hand bij te bieden? Ja. En daar gaat het om. Ja, nou ook dit past denk ik heel mooi bij die eerste uitdaging. Hoe vinden we mensen die dreigend in de problemen komen, zodat we ze op tijd kunnen helpen? Dat is heel belangrijk. Eens. Ja. Ik kijk even of er vragen zijn binnengekomen in de chat. Nou, volgens mij is het buitengewoon helder. Ja, hebben we alleen maar medestanders in het webinar. Ja, iedereen is dol enthousiast. Dat zou zomaar kunnen. En ook veel herkenning dus, van wat er speelt. Hè? Nou ja, ik heb alle organisaties hier. Dus dat betekent dat we al zo 30 partners nu bij deze gewoon hebben binnengehengeld. Dus als ik geen chat krijg dat iemand er niet mee eens is, dan ga ik er gewoon vanuit dat jullie allemaal bij deze partner is. En ik krijg gelijk een chat te zien. Dus die gaan we zo meteen behandelen. Dank daarvoor. Misschien is het goed om... ik zie de vraag casuïstiek geëvalueerd. Dan ga ik even hierna interpreteren wat de vraag zou kunnen zijn, want wij zien natuurlijk niks, maar... ik denk dat de vraag is, deze twee ervaringsdeskundigen die we gezien hebben en de casus, ik denk dat het gaat over het kind hè, en de moeder die noodgedwongen in de auto, hebben we die nou goed met elkaar geëvalueerd? Ja. Nou, als je een lerende gemeente bent, dan moet je er ook van uitgaan dat we dit doen. Het is natuurlijk even lastig om dan te reproduceren wanneer en wie enzovoort, hè, maar... We hebben bijvoorbeeld met de politieke leertafels, waarin wij ook gemeenteraadsleden betrekken bij hoe loopt het nu soms in het leven van mensen? En wat doen wij dan en wat doen mensen dan? En waar loopt het soms toch niet zoals wij willen? En omgekeerd natuurlijk vanuit inwoner gezien. Dus ik vind het echt relevant dat je dit doet. Ja. En dat je bij, dat zei ik net ook, hè, als je 10 ontwikkelingen ziet die in een richting wijzen waar het niet goed is, ja, dan moet je natuurlijk als gemeente van leren zeggen, hé, maar dan gaan we niet dit, maar gaan we dat proberen. Is misschien handig even ook met het oog op de vragen stellen, want ik wil wel de vragen stellen wel belonen met het feit dat die vraag is gesteld. Ja. Ik snap dat jij natuurlijk over casuïstiek, dat kun jij natuurlijk heel moeilijk beantwoorden, dus dat snap ik heel goed. Dat leren is denk ik van doorslaggevend belang, maar we zouden misschien ook jouw factor tijd hierin kunnen betrekken. Kunnen we sneller leren in het belang van burgers? Dus misschien is het wel aardig, en ik durf dat wel toe te zeggen aan de vragen stellen, om eens even te kijken naar wat hier nou is gebeurd bij deze mevrouw. En eens kijken of we daar een aantal leerpunten uit kunnen destilleren en die delen we gewoon. Zonder privacy-proof delen we gewoon in het verslag dat alle partijen hierna krijgen. Want we zitten hier vooral ook om te leren. Kijk, wat goed loopt, kan dan beter. En naar dat beter blijven wij toewerken. Ja. Kijk, als ik nog heel kort mag, Sadiq. Wij hebben zeker, zoals je weet, dat met mobility mentoring in onze gemeente. Ja. Dat vraagt een heel andere gedragsbenadering van onze inwoners. Een ander gedrag van medewerkers. En daar hebben wij wel heel goed gekeken naar wat werkt er nu in de relatie tussen mensen. Ja. En wat moeten we echt leren om mensen meer vertrouwen te geven in ons, maar ook in zichzelf. Ja. Dus we hebben wel degelijk casuïstiek geëvalueerd.
Maar dit zou altijd aan de orde moeten blijven, wat mij betreft. Nee, dat is goed. Nou, ik weet dus niet wie de vraag precies nee. heeft gesteld, maar bij deze wil ik u wel toezeggen dat bij het verslag dat u van dit webinar krijgt, is misschien wel handig dat we in ieder geval ook even de vindplaats van het rapport naar de evaluatie van Mobility Mentoring erbij doen, want die is gewoon beschikbaar. En dat we ook in het verslag misschien even kunnen kijken van wat waren nou de leerpunten uit die casus om te zorgen dat we met elkaar wat sneller kunnen leren. Dus, ja. Nou, fijn. En we nemen het inderdaad ook mee in de werkgroepen, maar daar komen we zo meteen aan het eind van het webinar komen nog over te spreken. Dan stel ik voor, want we zouden nu een korte pauze hebben, maar ik stel voor dat we, gelet op hoe het nu gaat, dat we gewoon iets eerder afronden. We hoeven niet per se tot 5:30 bij elkaar te zijn als alles gezegd is. Dus ik stel voor om de pauze voor nu even over te slaan die we in gedachten hadden en dat we gelijk even naar het derde thema gaan. En dat gaat eigenlijk over de samenwerking met de professionals in de gemeente. En dat begint bij het filmpje van Koos van Arkel en hij is voorzitter van Stichting Geldzorg en het platform GRIP. Ik ben Koos van Arkel, voorzitter van de Stichting Geldzorg. En ik ga u iets vertellen over GRIP. GRIP op eigen welzijn, helemaal voluit. Vrijwilligers komen overal in de gemeente, komen overal bij hulpvragers. Maar de doorverwijzing zou verbeterd kunnen worden. En via het GRIP-platform proberen we daar verbeteringen in aan te brengen. Binnen de Stichting Geldzorg helpen we mensen die financiële problemen hebben. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat die mensen vroeg bij ons aankloppen, want dan kunnen we ze het beste helpen. En helaas gebeurt dat niet altijd. En daar hebben we wat aan willen doen. Want als wij ze niet herkennen als maatjes bij de Stichting Geldzorg, dan denken wij dat er heel veel andere vrijwilligers zijn in Alphen die dat wel kunnen. En die willen we heel graag uitnodigen om dan die doorverwijzing goed te doen. Het GRIP-platform is belangrijk om de onderlinge samenwerking van de vrijwilligersorganisaties te verbeteren. En dat lukt ook. Want bij die vergaderingen zien we dat vertegenwoordigers van die organisaties naar elkaar toe lopen en proberen juist om de dienstverlening die iedereen heeft beter op elkaar af te stemmen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat vrijwilligers met elkaar samenwerken, maar dat er ook richting de professionals het nodige gebeurt. Professionals en vrijwilligers hebben elkaar ook een heleboel te bieden. Helaas kan Koos, maar dat had hij op tijd aangegeven, overigens, die is niet in het webinar aanwezig. Dus we kunnen hem ook niet rechtstreeks een aantal vragen stellen. Han, ik denk dat dit is wat jij wilde, hè, toch? De partijen in de gemeente die zelf ook aangeven willen partneren en we kunnen heel veel doen. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Nee, Koos is voorzitter ook van de Raad van de Samenleving, zeg maar, in onze gemeente. En heeft ook heel veel jaren veel ervaring opgebouwd rond dit thema. Dus zegt daar wijze woorden in. Ja, dus ik denk dat wij hier een slag in kunnen maken. Verbinden van de professionele organisaties, mensen met de vrijwilligers. Ja. Dat gebeurt natuurlijk wel, maar het kan zeker beter. Ja. Heb jij goed zicht op, want we hebben natuurlijk... we hebben ook naast de stichting hier lokaal actief, we hebben natuurlijk ook stichting thuisadministratie, we hebben het Leger des Heils, we hebben schuldhulpmaatje. En ik zeg ook wel eens, we moeten ook oppassen dat we niet meer vrijwilligersorganisaties hebben dan problemen in de schulden. Dat zeg ik met alle liefde voor alle vrijwilligers overigens. Ja. Heb jij idee of de vrijwilligersorganisatie zelf ook het beste uit elkaar halen, dat ze goed samenwerken? Mijn antwoord is dat ik het niet zou weten. Oh, ja, dat is... En dit is misschien gelijk een bevestiging van een noodzaak om er meer aandacht aan te besteden. Ja. Kijk, volgens mij moeten wij, het is heel belangrijk, een soort taal leren ontwikkelen. Ja. Gezamenlijke taal rond het belang van de mensen die met schulden en armoede te maken hebben. Ja. Dus dat is denk ik van groot belang. En dat we die kaart overzien, hè, die soort sociale kaart. Wie doet nu wat? Waar ligt de expertise? En wat kunnen we dan snel oplossen met elkaar. En dan zeg je, ja, voor deze specifieke vraag moet je bij Sadiq zijn. Ja, hey, maar dit, ja, dat is lastig, maar dan kan je het beste met die. Ja. Kijk, dat is waar mensen op zitten te wachten. Ja. Die weten het namelijk niet meer. Ja. En als er iemand is die alleen maar waarom vragen gaat stellen, ik geef een voorbeeld, hè.
Ja, dat zijn misschien niet de beste vragen, of wel zeker niet de beste vragen. Mensen gaan nou eens mensen helpen en hoe doe je dat dan? Ja. Hoe verwijs je, en met welke kwaliteit, en is er ook draagvlak bij de persoon die je verwijst? Hè? Ja. Speel je zelf een rolletje, hè? Ik bel even of ik, nou dat. Ja. Eigenlijk gaat het misschien wel om eenvoudige dingen. Nou ja, ik denk het ook, ik zou zeggen van dit is volgens mij een heel belangwekkend thema om ook in een van de werkgroepen ook eens verder met elkaar te discussiëren. Want kijk, ik kan me voorstellen, ja, je komt uit bij het leger des Heils, vanuit mijn ervaring, ja, je hebt ook een opvangvraagstuk. Hè? En het leger des Heils is daar ontzettend goed in. Terwijl als iemand even thuis geholpen moet worden, ja, dan kom je uit bij Stichting Thuisadministratie, bij het Rode Kruis, weer iets anders. Ja. En het hoeft elkaar natuurlijk helemaal niet te bijten, maar het is op zijn minst goed om het van elkaar te weten en elkaar daarin te helpen. Want uiteindelijk wil je iemand gewoon perspectief geven. Ja, het ergste is natuurlijk als mensen, organisaties voor elkaar voor de voeten gaan lopen. Ja. Of de aanpak zo verschillend is dat die niet past bij wat gedacht is. Dus ja, daar is nog een wereld te winnen. Ja, betekent wel overigens, Han, dat daar hoor ik veel klachten over. Niet per se over Alphen, maar gewoon even globaal. Mm-hmm. Van dat vrijwilligers zich ook soms onvoldoende serieus genomen voelen door professionals. Hè? Alsof zeg maar een professional, hè, dan heeft allerlei keurmerken, dat nog wel een beetje een strijdpunt af en toe is. Nou, dat zou natuurlijk zomaar kunnen, hè? Want een vrijwilliger, dat is ook niet niks om met zo'n taak te beginnen. Hè? Het is nogal wat als je toch, laten we zeggen, alle ellende moet aanhoren en wilt aanhoren. En daar wil je dan iets mee, daar heb je zelf ook ambitie mee, kan ik me zomaar voorstellen. En dan komt er een professional die zegt van nee, maar dat doen we niet en dat doen we niet en dat doen we niet. Ja, ja, dat geeft niet een basis zo direct voor een vruchtbare samenwerking. Ja. Ja. Dus daarom zei ik al, de taal leren, een beetje de relatie aangaan. Ja. Ik denk dat dat misschien wel in het hele verhaal belangrijk is. Kun je een relatie aangaan en opbouwen en vasthouden met alle spelers die er betrokken zijn? Nou, die schrijven we... Je hebt elkaar zo hard nodig. Die schrijven we op onze to-do-list, die alsmaar langer wordt op dit moment. Functionele, maar goed, functionele relatie natuurlijk. Dat schrijven we op. Ja. Kom ik weer even terug bij u, beste mensen. Stel ik voor om nu even naar het volgende thema te stappen. En ik kom straks wel even terug dat al deze thema's komen terug in werkgroepen waar u commitment ook voor wordt gevraagd, waar u zich ook voor kunt opgeven, ook om te participeren, zodat we het allemaal wat verder kunnen brengen. Of dat nou de gemeenschappelijke taal is of het snelle leren van elkaar. Maar het volgende thema, wat natuurlijk ontzettend belangrijk ook is, ook als we even de impact van de coronacrisis over weer terug gaan halen op de jongeren. Hè? Dat is gigantisch, kleine uitzendbaantjes, mensen, jongeren die zich nu niet kunnen inschrijven omdat ze het collegegeld niet kunnen betalen, uitvallen. Kortom, dat is echt een ingewikkelde doelgroep waar we echt wat mee moeten. Dus we gaan even luisteren naar Marco. En Marco is een jongerenwerker en die gaat het hebben over jongeren en schulden. Mijn naam is Marco Stanic. Ik ben een jongerenwerker in gemeente Alphen aan den Rijn. Ik val onder tendergroep Boost. En mijn kern is Boskoop. Wat ik vooral zie is dat jongeren niet snel naar buiten komen als ze geen geld hebben. Als ik echt eerlijk ben, is dat sommige jongeren wel hele dure kleding hebben, maar weten dat ze niet de geldmiddelen voor hebben. En wat ik heel veel zie is dat de jongeren niet beseffen wat eigenlijk, hoe werkt het financiële plaatje in het huidige leven, zeg maar. Ik heb een voorbeeld in mijn werkveld en dat is een jongen die meerdere malen bij mij kwam. Dit is mijn inkomen, wat kan ik ermee of hoe ga ik met dit om? Ik kan heel makkelijk een heel mooi schema voor hem uitwerken, maar dat werkt niet. De eerste stap is het herkennen van waar loop ik vast en bewust worden van. Dat jongeren wel naar me toe komen en dat ik dan een hele mooi schema samen met hun maak, zeg maar, naar hun behoeften, zeg maar, wat passend is. Alleen het stukje bewustwording in de hele proces ontbreekt. Dus de tijd ervoor krijgen om de jongeren bewust van te maken van zijn eigen doen. En dat doen ervoor zorgt dat hij in zo'n situatie terechtkomt. Dat we de drempel gaan verlagen voor de jongeren. En dat het een normaal, de norm wordt, dat het normaal is om hierover het gesprek te voeren. Ons meer open moeten stellen naar elkaar. Dus dat we meer gaan samenwerken, meer elkaar gaan opzoeken. Meer informatie delen, ook al is het anoniem, het maakt niet uit, maar we kunnen het helpen.
om niet het werk dubbel te doen, maar juist elkaar in die processen te versterken. Dank je wel, Marco, alvast voor het filmpje dat je hebt laten opnemen. Als het goed is, zit jij in het webinar. Ja, daar ben je. Als ik moet omdraaien, dan komt het ook omdat ik jou niet zie in de camera. Excuus daarvoor. Mijn vraag aan jou, Marco, zou zijn, jij werkt veel met jongeren. Zie jij een verschuiving sinds maart, toen de coronacrisis uitkwam? Zijn jongeren nu sneller bij jou terechtgekomen met vragen? Zie je de problematiek verergeren? Wat zie jij eigenlijk gebeuren sinds maart tot nu? Ja, je ziet wel een lichte toename, zeg maar, in het, ja, hoe zal ik het voorzichtig zeggen, het niet weten wat ze moeten doen, zeg maar. En ze zaten thuis de hele tijd, thuis geschoold, ja, noem het maar op. Het heeft allemaal effect op hun sociale welzijn, zeg maar. En dat heeft een beetje voor gezorgd dat er een soort vervreemding is onderling met elkaar. Maar naar school, naar ouders. Je ziet dat er heel veel soort spanningen zijn onderling, zeg maar. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het woord vervreemding over taal gesproken, wat je gebruikt, Marco, dat eigenlijk geldt zo'n beetje voor de hele samenleving. Dat is ook de reden waarom wij in dit webinar zitten. Maar juist bij die groep, hè, die dus de energie ook niet kwijt kan op een voetbalveld of op een basketbalveld, ook niet naar school kan, noem het maar op. Wordt er dan wel nog steeds gesproken over, hè, ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, nou, ik geef veel minder geld uit, want ik mag niet meer uit of zo. Hè? Hoe gaat dat gesprek nou? Kun je nog één keer halen? Jullie vallen een beetje weg. Ik kan me ook voorstellen dat jongeren bijvoorbeeld tegen jou zeggen van, nou ja, ik hou meer geld over, ik noem maar wat, omdat ik niet meer mag uitgaan. Ik hoef geen dure kleding meer te kopen, want er is toch niemand die het ziet, hè, zal ik maar zeggen. Hoe gaat dat gesprek over? Of gaat het vooral over die vervreemding die jij noemt? Nee, het gesprek is gewoon breed. Het ligt eraan hoe jongeren aan je komt. Ik denk niet dat ze veel geld over hebben. Ik denk dat jongeren altijd geld te weinig hebben. Ze geven het meer uit dan als ze altijd daadwerkelijk hebben. Alleen het gesprek gaat meer, zeg maar, nu over van verder gaan. Ik verveel me. Ik wil eigenlijk iets meer. En dan is hier ook een scheiding tussen de jongeren, zeg maar, die echt willen iets. En en sommigen die dan ook vastzitten, zeg maar. En ik krijg nu zo'n twee splitsing in hulp, preventie, hulpverlening, zeg maar. En hoe ervaar jij nu, zeg maar, bijvoorbeeld het waar heb jij behoefte aan, ook in het contact bijvoorbeeld met de gemeente? Want ik kan me voorstellen, heel veel jongeren hadden kleine uitzendbaantjes in de horeca. Nou, die zijn allemaal weggevallen. De uitzendbureaus hebben natuurlijk ook gigantische klappen gekregen. Hoe ervaar je nu bijvoorbeeld de samenwerking met, ik weet niet of ze bestaan hier wel, maar jongerenloketten of met de arbeidsmarkt? Ja, want ik kan me voorstellen dat voor de jongeren het beste is om weer even wat, nou, gewoon weer een beetje aan het werk te gaan. Die is een stuk minder. We hebben weinig contact opgezocht fysiek, omdat wij in instantie niet konden, niet mochten. En nu zitten wij voornamelijk veel te doen online bij de jongeren, want dat is weer een leefdomein bij hun waar ze zich in bevinden, waardoor wij het online en offline jongerenwerk dan maar eigenlijk als één pakket doen, zeg maar. En wat wij proberen nog steeds is dat we ze bewust proberen te maken voor dat we voor ze zijn in de wijk, dat de deur altijd voor ze open is, dat zelfs als ze een keer scheef staan, hey, kom maar wel. Maar de kracht bij ons zit hem nog steeds in die rapport, in die klik met de jongeren. En wij bevinden ons eigenlijk in een leefwereld. Vandaar dat we ook online meer zijn gaan doen. En de drempel proberen we ook zo laag mogelijk te houden. En ik denk dat daar ook meteen de antwoord in zit, zeg maar. Het onderhouden van de relatie met jongeren, dat is zo belangrijk. Ongekend wat het probleem is, of het nou het corona is, of thuisfysieke problemen, noem het maar op. De contact met jongeren moet blijven. Wij moeten op de hoogte blijven bij hun. Wat ze doen, waar ze zitten. En daar zit die hele ophalen van informatie bij ons, zeg maar, bij hun. En eigenlijk, doordat ze ons zo goed kennen en leren kennen, proberen wij eigenlijk die drempel dan ook laag te houden. Want dan komen ze makkelijker. En het belangrijkste van alles is dat we de ruimte ook voor krijgen om ze de juiste tools
een bewustwordingproces gegeven, zeg maar. Dus het is niet alleen even iets doen voor de... Ja, nee, dat begrijp ik heel goed, Marco. Dus ik snap wat je zegt over het belang en de toegevoegde waarde van het jongerenwerk. Hè, en ook het belang om te blijven investeren in die relaties. Hè. En of dat nou de vrijwilligersorganisaties zijn waar we het hiervoor over hebben gehad of met de jongeren, superbelangrijk. Maar ik zit ook even te zoeken van... wat kunnen de partijen de stad nu voor de jongeren doen? Is men op zoek naar, wil men iets doen richting onderwijs en zijn daar knelpunten? Richting baan, richting arbeid, richting, nou ja, dus ik zit ook even te zoeken, wat kan je ook doen om ook zeg maar vanuit sociaal-economische omstandigheden het leven van jongeren te verbeteren? Want dat we natuurlijk naar ze moeten luisteren en dat je, dat, ik denk dat iedereen het daarover met jou eens is. Wat zijn hun vragen op dat punt? Ik denk gewoon samenwerken. Ik denk dat samenwerken de sleutelwoord in alles is. Ik denk dat die partnership van Hans zegt, het succesformule zou zijn van wat we kunnen en ons zal sieren, denk ik. We werken al, ik denk dat iedereen met elkaar samenwerkt. Alleen ik denk dat er nu behoefte is aan nog intiemere samenwerking, waarin we sneller schakelen en eigenlijk de cliënt centraler zetten, zeg maar. Hij staat al centraal, maar nu willen we proactiever daarin gaan, denk ik. En vooral met elkaar. Helder. Marco, voordat ik je ga bedanken, misschien toch even naar Han kijken of jij nog een reflectie hebt op Marco. Dag Marco. Goed om jou te zien. Dat is alweer een poos geleden in mijn herinnering. Maar ook, je hebt de goede dingen gezegd. Waar we voorop moeten passen, dat is denk ik... dat er een groep jongeren is dat in toenemende eenzaamheid gaat verkeren. Dus jij gebruikt het woord vervreemding. Ik denk ook aan sociaal isolement, het afgeleiden naar. En dat wij elkaar heel goed moeten vasthouden dat binnen jeugd- en jongerenwerk voldoende mogelijkheden blijven om het werk goed te doen. Maar dat wij het ook weer niet overnemen. Hè. Er zijn ook wel eens gedachten dat alle redding die nodig is van de gemeente moet komen. En dat... ja, dat is deze gemeente geen gemeente in Nederland, denk ik, toe in staat. Maar we moeten het vooral met elkaar doen. En dat klinkt dan, als ik zo vanmiddag nog eens even voor mezelf snel laat passeren, ook misschien wel als een dooddoener, maar hij is zo super belangrijk. Dat je de verbinding weet te vinden, dat je de taal leert spreken, dat je je partnership ervaart, dat je weet dat je meegeteld wordt. Maar vooral ook dat we natuurlijk dat sociaal isolement tegengaan. En dat jongeren in welke situatie dan ook kunnen participeren, ze mee kunnen sporten, deel uitmaken van de samenleving binnen hun leefwereld. En daar spelen jij daar een grote rol in. En natuurlijk corona met de effecten op jeugdwerkloosheid die we al deelden vanmiddag, zijn die risico's levensgroot. Dat is die boeggolf hè, die verwacht wordt. Als het gaat om de effecten van corona, dat gaat nog een paar jaar duren misschien wel. Nou, als we dat nou kunnen weten met elkaar, wat kunnen we dan samen doen om de risico's zo klein mogelijk te maken? Het zijn een beetje grote woorden en hoog over, maar we moeten het vooral concretiseren. Hè? Ja. Waar blijken onze daden nou uit om dat tegen te gaan? In feite hoor ik jou dat ook wel zeggen. Helemaal mee eens. Dus in die zin zitten wij volgens mij op één lijn. Ideeën zijn welkom, wat kunnen we dan samen doen? Voor een specifieke groep jongeren die we niet alleen moeten laten. Of dat risico verkleinen. Dat is wat ik zou willen zeggen, Sadiq. Ja, mooi. Nee, ik denk dat dat heel mooi is. Marco, mag ik jou blijven gerust alsjeblieft in het webinar? Hè? We zijn nog niet helemaal klaar, maar voor dit moment ook hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en participatie. En ook dat je hebt mee willen werken aan het filmpje. En nou ja, we zien... jou ook graag tegemoet in de werkgroepen. En met die woorden kijk ik nog even met een schuin oog. Hebben wij nog vragen in de chat die we moeten beantwoorden? Nou, dat is niet het geval. Dus dan zijn we alweer een beetje aan het eind gekomen van dit webinar. De tijd is omgevlogen, Han. Ja. Maar goed, dan hebben we iedereen het kwartiertje pauze wat we hadden ingeruimd alsnog gegeven door een kwartier eerder af te ronden. Zeker. Er staat hier, dames en heren, dat ik u natuurlijk met een briljante samenvatting nu moet confronteren, maar dat wou ik maar niet doen.
Want u krijgt na vandaag krijgt u natuurlijk een verslag. Er komt ook een link, want ik heb begrepen dat er wat problemen zijn geweest met de internetverbinding en hier en daar ook soms met het geluid. Dan kunt u dat rustig nog eens een keer nakijken, naluisteren. Excuus daarvoor. Maar als ik mag resumeren, Han, dan denk ik, ja, we hadden met elkaar een hele grote uitdaging. Die uitdaging is denk ik nog veel groter geworden en die wordt nog ook veel groter. Ik denk dat we hebben geconstateerd dat er al ontzettend veel gebeurt. Maar tegelijkertijd is denk ik ook de ambitie door jou, maar ook door vele anderen, uitgesproken om nog meer te doen. En factor tijd die jij inbracht, dat ook sneller te doen. Snelle mensen te helpen met het oplossen van hun problemen, sneller te vinden, sneller te begeleiden, maar ook sneller te leren. Ik denk dat een belangrijke rode lijn is toch geweest de behoefte aan intensiveren van die samenwerking. De partnerships, zoals jij dat ook hebt genoemd. Nou, dat wordt denk ik breed herkend ook bij de deelnemers. En of dat nou een partnership is met de huisartsen of met de vrijwilligersorganisaties of met de jongeren. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want alle burgers zijn jou even dierbaar als het goed is. Ja. Dus ik denk dat nog een paar mooie punten zijn op onze actielijst om daar nog eens een keer op door te pakken. En ook natuurlijk het belang van de ervaringsdeskundigheid om die wel te borgen, want uiteindelijk proberen we daar allemaal voor te doen. Nou, dit alles wordt natuurlijk veel minutieuzer uitgewerkt. En dat is voor mij ook het moment om namens de gemeente ook u allemaal op te roepen om alsjeblieft uw interesse kenbaar te maken als u mee wilt doen aan die werkgroepen, waarin we eigenlijk langs de lijn van de themagroepen dat de komende tijd gaan uitwerken. Nou, ik weet uit betrouwbare bron, Han, dat je ook wat meer ruimte wil gaan geven voor het ontwikkelen van misschien nieuwe aanpakken, wat meer innoveren. Nou, dat is denk ik ook heel mooi, want er zullen ontzettend veel mensen zijn die misschien een idee hebben, denken van nou, dat wil ik eigenlijk wel eens pitchen, of dat wil ik eigenlijk wel eens toetsen, of dat wat is. Ik denk dat die werkgroepen en die themagroepen daar een heel mooi middel voor kunnen zijn. Nou, wat we gaan doen dus inderdaad met de input vanuit de filmpjes en de interviews, dat verwerken we natuurlijk in het verslag. Dat krijgt u nogmaals allemaal te zien. Mochten er na vandaag nog vragen zijn, nou ja, dan weet u de gemeente Alphen goed te bereiken, denk ik. Stel alsjeblieft die vragen, die komen op enig moment ook wel bij jou, denk ik, terecht, Han. Ja. En wat mij betreft zou ik daarmee willen voorstellen om alle kijkers hartelijk te danken, maar uiteraard jij als gastheer jou de gelegenheid te geven misschien voor het laatste woord. Voordat de camera daadwerkelijk op zwart gaat. Ja, dank je, Sadiq. Ik vond dat je wat mij betreft een voortreffelijke samenvatting hebt gegeven van de meest essentiële dingen. Nou ja, het feit dat wij vanmiddag in een technische ruimte proberen toch de contacten te hebben met de organisaties, met de mensen die ook zeg maar via een filmpje getoond zijn, is een bewijs dat het onderwerp ons zeer ter harte gaat. En met corona, de effecten daarvan, moeten we toch proberen om positief te blijven denken. Ja. En waar zien we kansen, waar kunnen we elkaar versterken voor de inwoners die het nodig hebben. Ja. En als dat nu de drive van iedereen is, dan gaan we de goede kant op. En daar is vanmiddag heeft ongetwijfeld weer een bijdrage aan geleverd. Dank hartstikke mooi, hartstikke mooi. Dan sluit ik af met misschien dan ook een beetje geïnspireerd door jouw laatste woord, door te zeggen van weet dat er altijd 1000 redenen zijn om dingen niet te doen, maar dat u maar 1 reden nodig hebt om iets wel te doen. Dus laten we dat met elkaar vasthouden. Dank u wel. Dank u.